Wij hebben vastgesteld dat het kabinet op dit moment geen behoefte heeft in grote ingrepen in de huurmarkt. Tegenvolg hebben wij vanuit onze verantwoordelijkheid om toch te adviseren hoe die markt zo soepel mogelijk werkt nagedacht. En gekeken, ja, wat kun je nou binnen die hele smalle marges nog aan activiteiten ontplooien. om te helpen dat mensen die op eigen kracht niet in staat zijn een woning te verwerven. daar toch enige toegankelijkheid toe blijven behouden. Ja, de Vroomraad heeft altijd geprobeerd om bij te dragen aan een soepele werking van de woningmarkt. Wij hebben een aantal jaren geleden het advies Tijd voor Keuzes gepresenteerd. Op dat moment was het kabinet van oordeel dat er niet aan de woningmarkt moest worden gesleuteld. Nou, eigenlijk zie je dat die situatie zich nog steeds voordoet. En dat betekent dat je hele smalle marges hebt waarop je kunt opereren. Wij hebben, omdat wij denken dat de woningmarkt op dit moment ver van optimaal functioneert, toch gekeken wat er met name op de huurmarkt nog mogelijk is voor de middengroepen. En daarbij onderscheiden we eigenlijk drie elementen waarvan wij denken: daar zou je zelfs binnen deze beperkte marges nog maatregelen kunnen nemen. In de eerste plaats geven wij aan dat de inkomensgrens die vanuit Europa gesteld is voor de sociale doelgroep van 33.000 euro, dat je die zou kunnen indexeren vanaf het moment dat die is geïntroduceerd. Dat is 2005 geweest. Nou, dat biedt al een forse rek voor de hoeveelheid mensen die onder de doelgroep mogen vallen. In de tweede plaats zeggen wij: zou je niet moeten kijken of je het beleid ook zou moeten differentiëren per regio? Omdat er regio's zijn waar de woningmarkt redelijk ontspannen is. Krimpregio's hebben we zoals in Nederland op dit moment. Je hebt regio's waar de woningmarkt erg gespannen is. Nou, daar zou je op een andere manier mee om kunnen gaan. Derde element is dat je ook zou kunnen differentiëren naar huishoudensgrootte. Mensen met grote huishoudens. Daar zou je meer ruimte aan kunnen bieden dan mensen met kleine huishoudens, omdat die natuurlijk ook wat dat betreft in de verhouding inkomen ten opzichte van woonlasten in een andere situatie beland zijn. Wij pleiten ervoor dat de wens van de woningbouwcorporaties om boven de inflatie 1% huurstijging te mogen doorvoeren ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Dat biedt hen de mogelijkheid om de kwaliteit van de voorraad in stand te houden. Dat is erg belangrijk. We hebben in Nederland een hele hoop voorraad die dateert uit de 50e en 60e jaren. Ja, die zijn zo langzamerhand echt toe aan groot onderhoud. Nou, wij hebben het geld niet meer voor grootschalige nieuwbouw in Nederland. En dat betekent dat als je wilt dat die sociale voorraad kwalitatief in orde blijft, dat je ook moet zorgen dat die corporaties de investeringsruimte daarvoor houden. En dat betekent, wat ons betreft, net even dat procentje boven die inflatie kunnen verhogen. om die woningen ook in goede staat te houden. Nou, laatste element waar wij ook aan denken is. Waarom hanteren we geen overgangstermijn? Het is heel gebruikelijk dat met diep ingrijpende maatregelen van Europees rechtelijk karakter er aan een land een termijn wordt gegund om dat recht ook daadwerkelijk te implementeren. Hier is er gekozen voor een benadering waarbij het redelijk van de ene op de andere dag wordt ingevoerd en je zou daar weer rek in kunnen zetten. En dit gaat een versoeling op de woningmarkt betekenen voor, de, voor met name de middengroepen. Ja, wij denken dat met name die middengroepen dan, doordat je de groep mensen die daar gebruik van kan maken vergroot en de regelingen probeert toe te snijden op de specifieke situatie waarin deze mensen verkeren, dat je dan ook kunt borgen wat wij in Nederland belangrijk vinden. Te weten, als iemand buiten eigen staat niet in staat is om die basiswoonkwaliteit te betalen, dan willen we graag als samenleving proberen daarin een ondersteunende rol te vervullen. Een van de dingen die daarvoor overigens wel moet gebeuren is dat de politiek. Dus een keer daadwerkelijk het gesprek aangaat over de vraag: wat is nu basiswoonkwaliteit? En wat is dan de norm die eh, de huurquote als beslag op het inkomen mag leggen? En daar is een discussie die niet gevoerd wordt, daar wordt eigenlijk bekwaam omheen gezeld. En dat maakt ook dat we ons heel vaak bevinden in een soort schemazone waarbij iedereen een beetje op het onderbuik aangeeft dit kan wel of dat kan niet. Terwijl je ook in dat opzicht veel meer af zou moeten gaan op deugdelijk feitenmateriaal boven de woningmarkt hangt een soort van zwaard van Damocles, die betekent aftrek, daar heeft de Raad zich niet over gebogen. Nee, nee we hebben daar bewust van afgezien, eigenlijk omdat de politiek in het regeerakkoord, maar ook in de discussies van de afgelopen vier jaar onder het vorige kabinet van PvdA, CDA en ChristenUnie, nadrukkelijk heeft gezegd wij willen die discussie niet aanraken. Nou, dat is eh, zorgelijk, want we zien daar een probleem op Nederland afkomen in financieringstechnische zin. Maar dat zo zijnde hebben wij gezegd, we blijven er nu van af. Wat wel nodig is, is dat op die woningmarkt langzamerhand zekerheid wordt geboden aan aspirant huurders en aan aspirant kopers. Dus als er iets is waar wij voor pleiten, dan is het wel een duidelijke positionering van de woningmarkt en het woningmarktdossier. En de vaagheid en het om de hete brei heen zeilen... Die nu bekwaam gehanteerd wordt, is niet goed voor de consument, is niet goed voor de werking van de woningmarkt. En dat is iets waarvan wij zeggen: jongens, schep een keer duidelijkheid. Het is moeilijk, het is een weerbarstig probleem, maar probeer met elkaar daar wel een keer een standpunt in te bepalen.